Dag communicanten, hier ben ik weer. Kennen jullie mij nog? Ja, ik ben Lieve. En we beginnen alweer met een nieuwe catechese en een nieuw jaar. In de maand januari hebben we het over vergeven, verzoenen, sorry zeggen. In de Bijbel staan hierover veel verhalen. We tonen niet altijd de beste kant van onszelf, maar Jezus houdt van iedereen met zijn goede en minder goede kanten. Soms plagen of pesten we iemand. Worden we boos als we onze zin niet krijgen. Laten we andere kinderen niet meespelen. Jullie kennen nog wel heel wat andere dingen die jullie mispeuteren, zeker. Maar Jezus leert aan mensen dat als ze er spijt over hebben, ze altijd een nieuwe kans krijgen om het weer beter te doen. Zo staat in de Bijbel het verhaal van de verloren zoon, het verloren schaapje. De vader, de herder, is niet boos, maar bezorgd over hen. Misschien kunnen jullie die verhalen eens opzoeken en lezen. Maar ik heb het nu nog over een ander verhaal, om sorry te zeggen. Het verhaal van Zacchaeus gaat ook over vergeven en een nieuwe kans krijgen. Luister maar. Zacchaeus woont in een mooi huis vol dure spullen. Hij is een tollenaar en hij is niet verlegen om mensen af te persen. Dat maakt hem rijk, maar onbemind. Niemand wil zijn vriend zijn. Het huis van Zacchaeus is mooi, maar koud en leeg. Op een dag verneemt Zacchaeus dat Jezus naar zijn stad komt. Hij heeft al veel gehoord over Jezus. Jezus wil de vriend van iedereen zijn, zeggen ze. Maar Jezus moet wel gek zijn om een oneerlijk man als ik als vriend te nemen, denkt Zacchaeus. Toch wil hij Jezus zien. Dat zal moeilijk worden, want de straat staat volgepakt met mensen. En Zacchaeus is klein, heel klein zelfs. Zo kan hij natuurlijk niet zien. De mensen kijken op hem neer en draaien hem de rug toe. Ze denken er nog niet aan om hem door te laten. Wat denkt die oneerlijke Zacchaeus wel? Zacchaeus kijkt rondom zich en hij ziet een boom. Zacchaeus raapt al zijn moed bijeen en hij klimt in de vijgenboom omhoog. De mensen lachen hem uit. Maar dat kan hem niet schelen als hij Jezus maar kan zien. Jezus komt de stad binnen. De mensen drummen om hem heen. Hij ziet Zacchaeus in zijn boom. Oei, denkt Zacchaeus. Jezus ziet mij. Wat nu? Hij bibbert een beetje tussen de bladeren. Wat gaat Jezus nu doen? Zal hij weten wat Zacchaeus allemaal uitspookt? Ai, ai, was ik maar thuis gebleven, denkt Zacchaeus. Jezus wenkt hem en zegt, kom uit je boom, Zacchaeus. Oei, 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 denkt Zacchaeus, nu wordt Jezus vast boos. Maar Jezus zegt, ik kom vandaag bij jou op bezoek. Zacchaeus weet niet wat hij hoort, komt Jezus echt bij hem op bezoek. Vliegensvlug klimt hij uit de boom naar beneden. De mensen kijken verbijsterd naar Jezus. Wat is Jezus van plan? Gaat hij bij die bedrieger op bezoek? Weet Jezus dan echt niet beter? Maar Jezus weet heel goed wat hij doet. Hij gaat met Zacchaeus mee naar zijn mooi, maar leeg huis. Ze eten en drinken samen en Zacchaeus vertelt over zijn trieste leven zonder vrienden. Ik wil jouw vriend zijn, zegt Jezus. Heeft Zacchaeus dat goed gehoord?
Wil Jezus zijn vriend zijn? Ik wil een beter mens worden, zegt hij. Ik geef al het geld dat ik te veel vroeg en nog de helft van mijn bezit, dat geef ik aan de armen. Een zware last valt van zijn schouders. Zacchaeus is blij dat Jezus hem uit de boom riep. Dit verhaal heeft toch wel iets vrolijks, vind je niet? Het is een verhaal met een happy end. Zacchaeus hoort er vanaf nu ook bij. Je zou denken dat Jezus in dit verhaal de hoofdrol speelt. Hij ziet Zacchaeus en roept hem bij zijn naam. Jezus zegt dat hij bij hem wil komen eten. En toch, wie doet er al de moeite om Jezus te zien, ook als de mensen rijen dik staan? Zacchaeus had ook kunnen denken, ik zie toch niks en denk maar niet dat me ze er door zullen laten om me vooraan te laten staan. Ik ga maar beter naar huis en ik doe de televisie aan. Daar zie ik alles veel beter. Ja, dat kon natuurlijk niet. Maar nee, Zacchaeus doet zijn uiterste best om Jezus niet te missen. En nog voor Jezus iets zegt, zegt Zacchaeus al dat hij zijn leven zal veranderen. Hij zal de helft van zijn bezit aan de armen geven. Is dat niet wat overdreven? Misschien wel, ja. Maar misschien dacht Zacchaeus zelf al wel dat het niet zo goed was wat hij deed. Rijk worden door van anderen iets af te pakken. Door een speciale ontmoeting kan je ineens een andere richting uitgaan en zeggen, ik wil leven zoals Jezus het deed. Jezus is niet alleen in zijn huis binnengekomen, maar ook in zijn leven. En dat kan ook bij ieder van ons. Zo, ik hoop dat mijn uitleg niet te moeilijk was, maar jullie zijn toch ook al grote, flinke kinderen, hè? Weet je wat? Ik moet niet altijd alles aan jullie vertellen. Zoeken jullie eens mensen die naar jullie willen luisteren. Papa of mama of broer of zus of online, zoals ik het doe, een verhaal vertellen aan oma en opa. Dan vertellen jullie het verhaal van Zacchaeus aan hen. Dat moet niet nu, hè? Dat kan ook op een ander moment. De prenten die bij de mail staan, die zet ik ook in bijlage, dus bij de mail. En dan kunnen jullie ook vragen stellen en zien of oma en opa wel goed geluisterd hebben. Ik laat de prenten eens zien. Kijk maar. Wie was Zacchaeus? Laat ze maar vertellen. Waarom kon Zacchaeus Jezus niet zien? Wat deed Zacchaeus om Jezus te kunnen zien? Wat vond Zacchaeus ervan dat Jezus bij hem kwam eten? Waarom zijn de andere mensen boos dat Jezus bij Zacchaeus gaat? Vind jij het goed dat Jezus bij Zacchaeus gaat? En nu een hele moeilijke vraag en toch wel een belangrijke. Bij welke mensen zou Jezus op bezoek kunnen gaan als hij nu geleefd had? Probeer maar eens of ze al deze moeilijke vragen kunnen beantwoorden. Ik heb nu nog een verhaal dat niet uit de Bijbel komt, maar zo bij jullie op school zou kunnen gebeuren. Het gaat over Cato, Catootje. Catootje wordt gepest. De school is uit en Catootje is boos.
Ik kan Daan niet uitstaan, roept ze. Waarom zeg je dat? Vraagt mama. Heeft hij iets verkeerd gedaan? Heeft hij je geplaagd? Hij houdt gewoon niet op en plaagt iedereen. Vanmorgen trok hij nog aan mijn haar. Zo hard dat ik er moest van huilen. Daarna gaf hij me nog een schop en Milan kreeg er ook een. Ja, dat is niet leuk, zegt mama. Heb je er al met de juf over gepraat? Ja, antwoordt Cato. Maar zelfs als de juf zegt dat het niet mag, gaat hij er gewoon mee door. Weet je, Cato, zegt mama, misschien heeft Daan het een beetje moeilijk. Catootje is erg boos. Maar je begrijpt het niet. Hij is stout en hij doet het met opzet. Mama gaat op een muurtje zitten. Ik begrijp dat je boos bent, Cato. Daan mag jullie niet pesten. Wanneer hij jullie pijn deed, moeten jullie het aan de juf vertellen. Zij zal dan met hem praten om te weten wat er in zijn hoofd omgaat. Catootje is verbaasd. Wat heeft hij dan in zijn hoofd? Een monster misschien? Mama lacht. Nee hoor, en het overkomt iedereen wel eens, stout zijn. Jij kunt bijvoorbeeld ook heel lief met je broer omgaan, maar je kan ook heel lelijk doen. Cato denkt na. Ja, dat klopt soms, maar meestal ben ik toch lief. Wel, zegt mama, Daan is misschien vaker boos omdat hij een hekel heeft aan school of omdat anderen niet lief zijn voor hem. En er zijn toch ook momenten dat hij wel lief is voor jullie? Ja, soms wel, zegt Cato. Laatst kreeg ik nog een snoepje. Zie je wel, zegt mama. Iedereen kan dus zowel lief als vervelend zijn. Ja, ja, zegt Catootje. Maar waarom is Daan dan vaker stout dan lief? Mama denkt na. Misschien wil hij aandacht krijgen. Want weet je, wij zijn nu ook al heel de tijd over hem aan het praten. Dat klopt, maar als hij lief was, dan zouden wij wel met hem spelen. Precies, zegt mama. Probeer hem dat eens te vertellen. Misschien doet hij dan wel zijn best om lief te zijn. Oké, denkt Cato, dat wordt moeilijk, maar ik zal hem zeggen dat ik toch zijn vriend wil zijn. Misschien gebeurt er dan wel iets. Zo, dat was het dan. Soms gebeurt er iets verkeerd. Ik vond mijn laatste blad niet meer. Dan zeg ik nu ook maar eens sorry. In de mail staan ook nog enkele opdrachtjes over Zaccheus. En er staan alweer 2 nieuwe liedjes bij. Zingen hoor, want nu zien we elkaar niet zoveel. Maar met de eerste communie gaan jullie allemaal toch samen zingen. Hopelijk lukt dat. Dat lukt zeker en vast. En vergeet niet eens iets terug te sturen. Misschien wel jouw verhaal met oma en opa. Of een tekening of iets anders. Doe maar. En nu nog eventjes misschien vakantie. En anders weer leuk naar school met alle vrienden. Zo, dag!